Lieve mensen, met Christel, ik ga een liefdesreading doen. Ik heb liefdesbekers. Het is buiten stikheet. Dus ben even nog naar Walmart en tenminste Kringloop in Tiel geweest. Maar oh, het, vooral boven is te heet eigenlijk. Maar ja, die Kringloop daar, die gaat verhuizen naar een ander pand. Dus waar ook niet zoveel spullen. Dus ik denk, nou ja, man, ze gaan even mee. Nou ja, gaan we even mee. Maar voor de rest zijn we gewoon thuis gebleven. Zijn we even eruit geweest. En ja, voor de middag heb ik wat dingen veranderd. Soms koop ik wat kleding en dan zit het te wijd van bij de arm of zo. En dan ga ik dat instikken. Ja, ik heb verschillende kleding en ietsjes veranderd. Zodat het beter past. Soms heb ik wel eens dat het kiert, weet je wel, bij je borsten. Dus dan naai ik het gewoon een stukje dicht. En zo ben ik ja, de dag wel doorgekomen. Dus ja, dus nou, de liefdesreading. Mijn man zit buiten, die heeft het heet. Maar goed, ik zei ja, ik wil hem even doen. En ik kan het niet als hij erbij is, dan kan ik me niet concentreren. Maar goed. De eerste beker, wat je kan kiezen, je bent om op te eten. Ik heb ook voorwerpen erin, ik heb kaarten erin, alles. Dus, tweede wat je kan kiezen, je mag niet zien wat erin zit. Het tweede wat je kan kiezen zijn deze hartjes die met elkaar verbonden zijn. Een geel hartje met een rood hartje, aan de andere kant net zo. Dus dat zijn de keuzes. Nou, ik hoop dat je eruit bent. Klinkt weer een beetje verkouden. Komt mijn man had peper geknoeid op de vloer. Het heeft opgestofzuigd, maar dit deed het juist zo'n steelstofzuiger bij. Deed het juist verspreiden waar ik bij stond. Dus nou ben ik gelijk weer neus verkouden. Dus nou ja, ik hoop dat het lukt allemaal. In ieder geval, laten we beginnen zo meteen bij nummer 1. Hallo nummer 1, jullie hadden deze gekozen. Je bent hem op te eten, de andere kant is wit. Ik haal de kaartjes eruit. Ik begin eerst met de voorwerpjes. Even kijken hoor. Ik hoop dat je wil abonneren op mijn kanaal. Lieve herenbeestje, ja, misschien dat je geliefde erg gelovig is, hè? De band dat Jezus heeft. Ja, komt geluk in ieder geval met de regenboog. Misschien hebben jullie geen contact, zijn jullie een beetje afgesloten van elkaar. Tijd dat het misschien weer gaat komen, hè? Ja, dit is voor mij de hermit. Misschien is jouw geliefde helemaal teruggetrokken, is zichzelf gekeerd. En je ook, misschien heb je dat ook, hè, dat je ja, geen contact meer is. Dat jij ja, ook afgesloten bent om naar binnen te keren. Ja, het is een beetje koud tussen jullie, omdat jullie geen contact hebben. Maar de engelen die hebben andere plannen voor jullie. Die willen juist dat jullie weer bij elkaar komen. Kijk, los van elkaar zijn is goed, hè. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk wel bij elkaar komen. Ja, want het is gewoon liefde tussen jullie, hè. Love. Je liefde is er gewoon. Alleen ja, het hart zit wel een beetje nu op slot, hè. En jouw geliefde moet de sleutel vinden, hè, om het weer los te krijgen. Of jij bij hem, hè. Kijk, dit is Cupido. Cupido moet eigenlijk gaan toeslaan, hè. Dat pijltje afschieten. En misschien heb je wel hem gezegd, nou doei, ik heb geen zin meer in jou. Je speelt niet eerlijk, je bent niet eerlijk over je gevoelens. Ja, misschien heb je hem, ben jij weggegaan of hij is weggegaan. Voor iedereen verschillen natuurlijk. Er is wel
goddelijke bescherming voor jullie met de paraplu. En jij gaat gewoon je eigen gang. Maar eigenlijk wilt hij jou huggen, deze boy. Wilt hij jou knuffelen? Er is heel grote behoefte aan knuffelen. Ja, tweeling, tweelingzielen misschien. Misschien sterrenbeeld tweeling, een van jullie. Of jullie hebben ermee te maken, die in de weg staat, hè. Wacht dat stoplicht weer op groen gaat tussen jullie. Want je bent wel zijn queen. Ja, wacht dat jullie gaan, jijzelf gaat bevrijden, hij zich gaat bevrijden. Want daar wil je aan de haak slaan. Er is wel hoop voor deze liefde, hoor. Hij wil in beweging komen, hij wil eigenlijk snel naar je toe. Maar ja, misschien niet, helemaal niet de juiste tijd. Maar de zon gaat wel schijnen in jullie relatie. Het kan zijn dat hij belt of een andere vorm van contact opneemt met je. Want je hebt zijn hart gestolen. Ja, de liefdesduif, die komt hier dat hart brengen. Dus de postduif met dat hart. Goed, laten we kijken wat er nog meer is. Wijzertjeskaarten. Innerlijke vrede ervaar je als je de wolken de baas bent. Ja, jouw geliefde moet meer naar de zonkant gaan, hè. Dus niet meer altijd moeilijke gevoelens hebben, depressieve gevoelens, maar echt, ik ben ze nou de baas, ik ben die gevoelens de baas, die wolken in mijn leven en zorg voor innerlijke vrede. Hoewel, hoeveel mensen hebben de sleutel van je hart? Dat vraagt hij zich af. Misschien is hij ook wel een beetje jaloers dat hij denkt van, oh, straks gaat ze of hij, het ligt eraan wie de kijkt, met iemand anders. Misschien hebben andere mensen ook heel veel, vinden jou misschien ook heel leuk. Overwinning. Hij gaat de situatie overwinnen waar die in zit. Dus blijf optimistisch, beide, hè. Er is zeker interesse in elkaar. Want je bent om op te eten, hè. En er komt rechtvaardigheid. Gaan we de tarotkaartjes erbij pakken. Ja, hij wacht eigenlijk op zijn kansen. Tot de juiste tijd dat zijn schepen binnenkomen. Ja, hij heeft wel af en toe een strijd met zichzelf en met andere mensen, misschien over jou. En jij wil duidelijke communicatie ook, hè, met hem. Misschien heb jij gezegd, stop, ik wil dat je beter gedraagt, hè. Ik ben de Queen of Swords. Ik laat niet met mij sollen. En dat weet hij nu donders goed waarschijnlijk. Ja, hij heeft zich naar binnen gekeerd en die lag er al, dat kaboutje met dat lampje. Is daar in zichzelf gaan kijken, hè. Hij wil jou in ieder geval manifesteren. Geen strijd meer, hij wil het overwinnen. Hij wil wel een strijd voor jou aangaan om dingen te manifesteren. Zodat jullie samen in een nieuwe wereld kunnen stappen, een nieuw begin. En een nieuwe periode. Ja, periode vol passie. Hij weet misschien dat jij een passievolle vrouw bent. En dat je ook een liefdevolle vrouw bent. Dat weet hij. Misschien heb hij dat, sommigen hebben dat misschien al gegeven aan hem. Anderen nog niet, maar dat voelt hij dan misschien. Hij zegt ook, ik wil jou. Ik wil jou.
I need you to help me. Ja, misschien is er iets waar hij dringend voor nodig hebt eigenlijk, hè? Maar ja, de meeste boontjes moet je zelf doppen, hè? Maar misschien kan je hem ook nog ergens mee helpen. I wish you are, you are mine. Hij wou dat jij de zijne was. Dat verlangen is wel groot. Dat hij wil knuffelen met jou. Hopen dat je de zijne gaat worden. I want to hold you in my arms. Ja, ik voel bij deze heel erg van dat jouw persoon. Ja, het is natuurlijk mooi weer. De hormonen steken op. Ja, hij wil jou heel graag in zijn armen houden, hè? Hij wil jou gewoon alles erop en eraan, hè? Ik kan wel zeggen. Dus ja, dit is de boodschap van de eerste groep. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval, dank je voor het kijken. En vergeet niet te liken, te abonneren en te delen misschien. En tot de volgende keer. Doei! Hallo, degene die deze gekozen hebben. Deze met de twee hartjes. Eerst de voorwerp eruit halen. Best een boel, hè? En de kaartjes. Goed, ja, in ieder geval ei, nieuw begin. Ja, jouw geliefde wil geluk, happiness met de ster eraan hier. Ja, voelt zich een beetje, ja, eigenlijk vijf van bekers is dit, in de steek gelaten, eenzaam, ja, niet compleet met jou. Ik heb hier letter E. Ja, je bent nou misschien een schelp, je sluit je af voor hem. Hij ziet jou wel als de koningin, hè, eigenlijk. Zo ziet hij jou. Misschien wilt hij jou contact opnemen met jou, een brief schrijven of iets anders. Hij wil in ieder geval gelukkig zijn met de zeester. Ja, wil ook voor je zorgen gelijk wel, als een moeder voor de kind zorgt. Misschien ben je moeder van zijn kinderen, of één kind, of hij wil kinderen met je. Misschien heeft hij moederliefde te weinig gehad. Er is in ieder geval liefde hier. En hij wil snel vooruit, dat wil hij ook. Ja, dit is de overwinningkrans, dus hij wil de overwinning behalen. Ja, hij is eigenlijk een beetje aan het balanceren op die schoorsteen, hè. Dus een beetje in de tussenperiode dingen uitbalanceren in zijn leven. Ik heb hier een letter T. Kan voor jou zijn of voor hem. Ja, eigenlijk heeft hij een gebroken hart. Hij mist jou heel erg. Ja, hij wil eigenlijk oprijzen als een phoenix. Hè, opstaan. Uit de blub. Hij wil strijdbaar zijn. Hij wil echt voor jou gaan. Ja, hij mist een stukje taart, hè? Jij bent het laatste stukje taart wat hij mist in zijn leven. Dus de aap, ja, slingeraap. Dus ja, hij hebt te veel heen en weer geslingerd. Hij moet nog echt weten wat hij wil. Ja, hij gaat naar rustige water varen met zijn bootje. En jij wacht misschien wanneer komt dat bootje binnen, hè? Weer die Phoenix, hij gaat zich oprijzen uit de blubber. Hij gaat strijdbaar door de ridder van zwaarden. Hij gaat op zijn paard. Hij wil naar je toe. Misschien met een cadeautje.
Want hij wil een nieuw hoofdstuk beginnen. Een nieuw hoofdstuk in zijn leven met jou. Dus ja, het andere achter zich laten. Laten we kijken wat de kaartjes zeggen. Relativeer gebeurtenissen, het zal rust brengen. Dus ja, misschien zit hij nog te veel met de gebeurtenissen in zijn maag. Maar daar moet hij rustiger mee omgaan. Naar jou zoek ik al heel mijn leven, sprak ik tot mezelf. Ja, eigenlijk zoekt hij aan jou al, hè? Komt hij de liefde niet vinden bij andere personen. De ooievaar, nieuw begin, hè? Dat wil natuurlijk met jou. Komt gerechtigheid in de situatie. Medeleven, hij weet dat je er altijd voor hem zou zijn, hè? Misschien heb je wel te veel medeleven getoond en nou heb jij gezegd, nou is het afgelopen, dat wil ik nou niet meer. Ik wil gerechtigheid, ik wil dat jij zelf sterk wordt, hè? Ja, welzijn, ja, komt wel overvloed. En verlies de hoop niet, hè? Jullie moeten alle twee de hoop niet verliezen. Want eigenlijk zocht hij jou al zijn hele leven, maar zo gedraagt hij zich niet altijd, hè? De tarotkaarten. Nou, jullie krijgen gelukkig, worden gelukkig samen met kinderen. Ik weet niet of jullie nog kinderen krijgen, maar 10 van bekers is een hele gelukkige kaart. Een passioneel nieuw begin komt tussen jullie. Ja, waar ook de waarheid gesproken wordt. Ook weer een nieuw begin. Besluiten worden genomen. Zodat die stagnatie overgaat. Hè? Dat, want hij heeft veel inzichten hier. Ja, er komt vooruitgang met de 8 van staven. Ja, stiekem houdt ze zich wel vast aan jou. Misschien is ze ook aan het sparen of zo voor jullie toekomst. Geven en nemen was niet in balans, maar dat komt weer in balans. En hij voelt zo ook net zoveel passie voor jou als jij voor hem. En ja, hij weet wat hij wil eigenlijk en dat is sneller vooruit. Twee keer een nieuw begin. Hij beseft wel dat hij de waarheid moet zeggen, hè? Open kaart moet spelen, dat hij niet steeds blijft hangen. Hij wil vooruitgang. Goed, wat wil hij nog meer zeggen? Hij wil naast je in bed slapen, naast jou wakker worden en slapen. Op. Pets will always reunite. Dus ja, jullie komen samen. En hij wenst ook dat jij bij hem bent. Next to me. Hij wil me ja, naast hem hebben. Hij zei, my beloved. Dus ja, er is dus heel veel liefde. Zo mooi dat woordje, hè? Mijn grote liefde. Ik wou dat je hier was. Onze padden zullen altijd leiden. Maar ja, dat we samenkomen. Hij wil echt naast je wakker worden. Hoe mooi is dat? Nou, ik hoop dat je wil liken, abonneren. In ieder geval delen misschien met mensen. Dan zie ik jullie tot de volgende keer. Doei!